van het onderwijs naar ondernemerschap. Dat horen we niet zo vaak. En toch heeft Annelies het gedaan. Ze startte 2 jaar geleden haar kledingwinkel Millie's Kids. En dus gingen we eens luisteren. Hallo. Hallo, dag Annelies. Hoi. Ik zal een vuistje geven. Waarnaast, ik hoor hier veel spelende kinderen. Klopt. Strategische beslissing om naast de school te openen. Een beetje wel, ja. Dat heeft er toch wel wat mee te maken, absoluut. Dus veel ouders die komen ofwel voor ons? Ja, die staan hier eigenlijk elke avond voor onze winkel aan te schuiven om hun kinderen te komen halen. Oké, cool. Hoe lang ben je al open? Van september 2019. September 2019, dus dat is eigenlijk een half jaar voor dat de storm losbarstte. Klopt, ja. Een heel ongelukkige timing, helaas. Ik ben eigenlijk al meer dicht geweest dan open geweest. Ja. Eigenlijk wel als je het optelt, ja, ja, klopt. Je bent nu 2 jaar ongeveer bezig met de winkel. Ja. Was je daarvoor ook al ondernemer of wat deed je daarvoor? Nee, ik kom uit het onderwijs. Ik heb 12 jaar les gegeven. Ja. Ja, dus iets les helemaal in... anders. Nederlands en Engels. Nederlands en Engels. Ja. En dan switcht je naar ondernemerschap. Klopt. Er zijn weinig onderwijzers die hun vaste benoeming op willen geven voor ondernemerschap. Ja, klopt. Dat was ook niet zo zonder slag of stoot. Nee. Er is wel wat tijd overgegaan voordat ik die beslissing genomen heb. Maar ik voelde al een tijdje dat het onderwijs, was er wat op uitgekeken. Heb ik een loopbaanbegeleiding gevolgd. Ah, ja. En dan is er uitgekomen van, misschien moet je toch wat meer eigen dingen doen. Ja, er was ergens een drang. Een beetje wel, om zelf te gaan ondernemen. Ja. Familiaal misschien? Nee, totaal niet, want ik kom uit een onderwijzersfamilie. Dus die waren in het begin ook een klein beetje gechoqueerd door mijn beslissing. Ja. Maar die hebben mij wel van in het begin ook wel gesteund. Ja. Dus dat is mooi. Wel. Je opent je eigen zaak, na heel lang nadenken. Mm-hmm. Het verhaal van de laatste jaren, corona breekt los. Je moet toegaan. Wat doet dat met iemand die 6 maanden bezig is? Je zit met een hopstok. Wat gebeurt er dan? Dat is lichte paniek. Absoluut. dan moet je eigen terug eruit vinden. Hè. Ja. Met, heel snel schakelen. En we hebben toen eigenlijk de kans gehad dat wij een maand voordat de eerste lockdown begon, dat wij juist de webshop hadden geopend. Dus je had de eerste stap al gezet? Ja. Omdat wij heel hard merkten via de sociale media dat er toch wel vraag was naar verzending in online shoppen. Dus zijn we op die kar gesprongen. En dat is onze redding geweest. Was dat dan in één keer een piek ook? In het begin hebben we daar goed wat reclame voor gemaakt. Dus dat kent dan sowieso een piek, want iedereen wil dat eens proberen. En dan is die piek eigenlijk gebleven, omdat die lockdown er was. En mensen hadden geen andere optie dan online shoppen. Je hebt dan de lockdown, moeilijke periode, webshop draait. Heb je nog andere speciale dingen gedaan om die periode te overleven? Ja, we zijn zo wat creatief beginnen nadenken van hoe kunnen we hier op inspelen, kunnen we ons onderscheiden van de rest. En hebben we eigenlijk gedaan door zelf onze pakketjes te gaan leveren binnen een beperkte straal uiteraard. En ook de mensen de kans te geven om zelf thuis te shoppen. Dus wij gingen eigenlijk de goederen aanleveren. Mensen konden thuis veilig Dus je nam een rekje mee? Ja. Rekje mee met, en de mensen zeiden voor een die en die maat hebben we nodig. Ja. Wij gingen naar daar, de mensen konden rustig passen. Adviseren dus, eigenlijk wel. Van op een veilige afstand, zodat het ook nog allemaal binnen de... Dus eigenlijk private shopping bij de mensen thuis. Ja, klopt. Ja. Dat is iets wat trouwens waar jullie vandaag, want ik zie het op de website staan, private shopping ook nog hier aanbieden. Ja, klopt. Mensen kunnen, als ze dat willen, buiten de openingsuren hier terecht om... Een rustig momentje. Om een rustig momentje te kiezen. Oké, okay. Schitterend idee. Ja. De kerstperiode komt eraan. Mm-hmm. Piekperiode, denk ik, voor iedereen in mode of fashion. Mm-hmm. Waar ga je focussen? Wat verkoopt er heel veel? Waarvoor moeten de mensen zeker eens binnenkomen? Of op de webshop gaan kijken? Of op de webshop gaan kijken. Ja. Wij proberen een breed aanbod te creëren aan originele kleine cadeautjes. Dus niet de grote, dure stuks, maar zo de kleine gadgets die je misschien niet in elke doorsnee speelgoedwinkel vindt. Okay. Dat kan gaan van schminkjes naar plaktatoes, stickers, houten speelgoed, zo van die dingetjes, die doen het wel. Ah, heel leuk. En puzzels zie ik ook. Puzzels? Absoluut, die doen het heel goed. En dat zijn dan niet de standaard puzzels die ik zie het. Ik ken ze nog niet, mijn kinderen zijn 5 en 7, dus een doelgroep. En... Kies maar uit. Ja, dat zal ik doen. Wat als je mag verder dromen, ongelimiteerd, wat zou dan de volgende stap zijn voor Millie's? Dromen. Als ik verder mag dromen, en dat doen we uiteraard wel, dan wordt Millie's geen kids concept store, maar een family concept store.
dan zou ik graag uitbreiden met meer een damescollectie, eventueel zelfs een herencollectie erbij. Als ik wij, echt... wij horen ook bij de ja, familie. Ja, het is dat. Maar dat ligt misschien wel buiten mijn comfortzone dan wel meer. Maar als ik mag dromen, dan zou het dan wel mooi zijn. Okay. Soms een droom er ook, soms komt het uit. Laat ons hopen. Dus heel veel succes. Dank u.